Hallo jongens en meisjes van mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. En deze keer is iets speciaals, iets anders dan jullie normaal kunnen verwachten op mijn kanaal. Want we gaan Aziatisch eten, of snacks, beter gezegd, zoals hier allemaal. Gaan we proberen te eten en zien hoe het smaakt en wat wij er zelf van vinden. En ik ben niet alleen, zoals jullie kunnen zien. Ik ben hier samen bij mijn vriendin, Monica. Oké, hallo. Jij moet kiezen bij wat we gaan beginnen. Hoe noemt dat? Seaweed snack. Zeewier. Dus we gaan nu dit doen. Dat zijn zeewier snacks. Doe maar open. Het zijn allemaal van die rare snacks. Sommige dingen kunnen misschien wel lekker zijn en sommige niet. En daar gaan we proberen achter te komen. Ik heb trouwens het besteld op een website, asianfoodlovers.be. Link staat in de beschrijving voor als je jezelf van deze Aziatische eten wilt kopen. En dan wil ruiken. Oh! Wat was ik daarin? Ik weet niet. Wat is dat? Do not eat. Do not eat? We hebben hier dus een pakje geopend en daar steekt dit in. En daar staat in, do not eat. Dus dat is maar raar, dat is in een... Ja, ik ga maar eten mee. Eentje. Ja, pak je. Zo ziet dat eruit. Dat ziet er dus zo uit. Heel raar. Oké, eet. Oké. Ga beginnen. Dat is niet zo iets. Dat smaakt echt lekker. Oh, ik vind het niet lekker. Maar... Dat doet me denken aan zo'n die barbecue chips. Kent je dat? Zo'n die barbecue snips. Chips. Zo, dat is ook niet echt mijn ding, maar... Zo wat toch? Oké. Volgende. Ik heb wel even te drinken. Ik ga dat een 4 of zo geven. Een 4? Ja. Ik geef het een 6. Nee. Ik vond het ook niet zo slecht. Nee. Je hebt gekozen, dus nu mag je kiezen. Ik wil eigenlijk kiezen met dat. Ik wil het openmaken. Ik ga iets naar. We gaan nu dit doen. Dat is volgens mij gewoon kroepen, maar in een heel rare vorm. Ik denk niet dat ik mijn vingers snijd. Dat is weg. Maar misschien moet er gewoon in de deur. Ja. Oh, maar dat is pikantje dan. Ja, dat gaat wel niet. Dat vorige was wel nog pikantje, vond ik. Oké, maar wat is dan? Gewoon kroep ook. Nee? Kroep. Is dat niet lekker? Niet lekker. Ja, dat is volgens mij gewoon kroep ook, maar dan in zo van deze vormpjes. Ja, ik weet niet wat dat is. Maar ik vind dat niet echt lekker. Dan ben ik dat gewoon proeven. Want deze smelt niet in je mond, snap je? Dat is helemaal smaak. Ja. Ik vind het zelf wel lekker. Ieder zijn eigen smaak. Het ruikt een eigen. Ik vind het niet vies. Maar nee. Niet wauw, maar ook niet vies. Ik vind dat niet zo. Ik weet niet ik om te kiezen. Ja, kies maar. Waar is dat? Cassava-knikkers. Dat lijkt wel meer op een Afrikaanse snack. Cassava, ja. Dat is echt zo'n Afrikaanse naam, denk ik hoor. Inderdaad. Weet je waar met dat u denken? Wat? Ken je zo van die varkensdingen? Van die varkensoren? Dat doet me daar eigenlijk aan denken. Zo van die varkensoren van honden. Want dat is juist hetzelfde gedroogd precies. Oh my god. Is dat wel gewoon zo te eten? Oh, dat stinkt man. Dat wordt naar die Aziatische winkel. Ja. Maar het heeft wel een zoete maar. Dat ruikt echt naar een Aziatische winkel. Nee. Maar ruikt daar een slang aan? Dat doet me echt denken aan zo'n medicament. Nee, dat ruikt echt naar een Aziatische winkel. Maar het is zeker dat je gewoon zo met eten. Ja. Dat is niet excellent voor. Oh wow, wacht, nee.
Excellent voor snacks, cocktails, parties, picnics en meals. Ik denk het wel dan. Ja, oké. Okay. Ja, wauw. Het zijn toch crackers. Ja. Volgens mij moet je hier eens opsmeren. Volgens mij is dat zoals we hier kennen, die gewone crackers. Sowieso wel een krakot. Wat is dat, man? Een jager. Ja, dat kwijt op je hand. Ja, vind je. Ik weet het. Ah! Dat vind ik echt niet lekker. Echt niet. Dat is het minste van het allemaal. Dit krijgt van mij echt maar een 1. Een 1 op 10. En dat vorige krijgt van mij, dat heb ik al vergeten. Dat vorige krijgt van mij een 7. Vroeger heb jij die vorige. Best het op niet doen. Echt? Ja, vergeleken met dit allemaal. Ik vond dat eerste en tweede wel sappa, maar dit is echt vettig, man. Oh my god. En dat moest ik kopen van u, hè? Dat vettig ding. Wel, ik wil dit. Maar ga je zakdoeken halen. Oké, eerst zakdoeken halen. Hier. Nu gaan we dit doen. Japanese style sesam mochi. Veel kan ik er al niet van uitmaken, maar dat is zoiets. Ik wil het opdoen. Nee. Nee, maar ik wil dat opdoen. Ik zie dat ik het naast niet breekt, hè. Maar ik zeg een ander. Nee. Er is geen ander, ik heb al gekeken. Wacht! Ja. Ga niet bakken of zo in de oven. Ik sluit daar niet op. Dat lijkt me op het eerste zicht niet, maar dat is wel lang goed. Tot volgend jaar 2020 goed. Oké, ja, ik denk wel dat ik dat moet eten. Nou, ik denk dat we het eten. What the fuck? Gaan we niet gewoon één delen, want het is straks nog uit eten. Nou, zullen we één delen, wacht. Maar kijk hoe dat eruit ziet zelfs. Dat is zo verpakt in precies een cupcake vorm. Ja. Yeah. Dat is een cupcake, dus. Nee, maar niet wow, zo. Oh, voel daaraan. Ik heb voel dat aan. Ik wil nu niet die, je hebt die geplet. Wacht. Pak je. Stam, man. Kijk, dat echt is gewoon een cupcake, maar dan van Azië. Van Azië. Het is toch iets smeriger. Oh, nou, maar zie je wat gemorst. Wat zit daarin? Je mag dat uitspuwen, hè. Het is zo vies. Nee, echt niet. Het is echt vies. Ik kom dat echt niet uit. Wat is dat zelfs? Maar is dat vis? Ik weet niet. Ik zal het ook eens proeven, hè. Wat is dat? Ja, ik vind dat graag. Oh, maar ik ruik hem. Ik vind dat wit. Ik denk dat dat lekker kan zijn, maar die textuur daarvan is gewoon niet lekker. Nee, we hebben gewoon een verkeerde smaak. Dat is zo rubberachtig en dat is echt niet lekker. Dit is volgens mij... Maar ik vind dat wel... Beter als die kat hebben. No, no way. Nah. Dit geef ik een 3 voor de. Ja. Ik haal van Japans eten, maar. 3 is toch beter? Voor het schoonheid hiervan. En hoeveel geeft je? 2 of 1. Ik vergif. Bij mij heeft dat 1 gekregen. Vergif. Oké, mijn beurt. Kimchi! Ja. Ja, nee, kies maar. Kimchi, ja, oké. Kimchi! Maar wat is dat? Kent je dat al of wat? Nee, maar mijn YouTuber van vroeger had al zo bij gerechten. Kimchi, maar moet je dan niet iets bijzetten? Bij een gerecht? Is toch logisch dat ik dat bij iets heb? Oh nee, Monica, nee. Dat ruikt zo zuur. Nee, dat is. En zo krant. Pak eens een vork. Maar wat is dat, vis? Nee, maar dat eet ik niet, hè. Lekker. Ja, de kleinste. En wat is dat? Ik weet het al niet. Is dat geen vis? Ik weet het niet, ik denk het wel. Oh, dat is echt niet goed. Ik weet het. Ik voel die knop snel, hè. Nee, ik wil echt met het eten. Ik kan het niet. Nee, je moet. Ik kan het niet. Je moet dat eten. Die geur, man. Die geur, man. Gezien. Sorry, daar pas ik voor. Je moet één keer passen, daar pas ik voor. Echt waar. Daar pas ik voor.
voor mij is het nu al gewoon aan dat mensen sowieso eens kunnen. Ik ga. Oké, ik ga iets anders doen. De mensen daar. Maar misschien voelt dat heel anders als je mijn gerecht en zo doet. Hanami, no. Hanami no. Brown crackers. Wat? Garlic pepper shrimp flavor. Garlic, dat is. Wat garlic? Is dat ook? Dat is loof. Look en peper. En garnaal smaak. Dat kan. Dat is volgens mij, hè? Is dat gewoon kroephoek? Met, ja, met garlic en peper smaak. Dat lijkt me dan zijn toch wel. Open je. Give me. Maar open maar. Dit ziet er mij wel het lekkerste uit van ze allemaal. Dat lijkt me toch wel het lekkerste. Er moet ook iets zijn van je later worden van. Dat heb ik niet. Oh, putain, dat ruikt goed. Okay. Dat ruikt goed. Oké, okay, pak. Dat ruikt goed. Oh my god, dat is echt lekker. Oh my god, dat is lekker, hè? Nee, het zou me verbazen als deze zak niet op is. Ja, voor deze avond, hè? Echt lekker. Ja, ik weet niet wat ik normaal zou eten. Nee, dat is ook niet wat ik normaal zou eten, maar als je dat. Ik denk zo één keer om de maand dat het er wel in past. De inhoud daarvan, dat ziet er ook wel al heel lekker uit op het eerste gezicht. Dus. En dat is het ook zeker. Zeker een aanrader. Oké, okay, goed. Dit is voor mij echt een 9. Waarom? Oké. Okay. Nee. Next. Dit. Bin rice crackers. Bin bin. Dat is twee keer vuilbak. Vuilbak, vuilbak. Mijn oma noemt bin. Maar wel vuilbak. Oké. Okay. Dat zijn er twee. Twee in. Dat is zo'n pak en dan pak je er weer uit en dan ziet er wel savat goed uit. Het is niet het slechtste wat ik al gezien heb. Volgens mij gaat dat zoutig zijn. Kijk, ik ga het eens. Heel goed. Dat is een rijstkoeken. Dat is echt lekker. Dit is voor mijn beste. Het is stapvallig, man. Ik heb me ook vast genoeg. Ik vind het echt lekker. Dit was goed. En dat dit is beter. En dit is beter voor mij. Dit, dat was slecht en dit is beter. Dit is beter. Een 9,5 op 10. Goed. En hoeveel geef jij? Ik ben blij of zo. Oké, laatste. Nu gaan we over naar het laatste. En dit is mijn beurt. Allee, dit leek mij als eerste zicht al het lekkerste. Maar nu dat ik die twee heb gezien, wordt het moeilijk om dat te overscheiden tussen. Overscheiden. Overtreffen. De overtreffen, dat was. Oh, cool. Kijk, ga het op. Dat zijn trouwens chili crackers. Dat leek mij het lekkerste. Maar dat heb wel pikant in. Want als jij het eten, is het toch pikant, nee? Oh, dat ruikt wel straf. Dat is wel lekker. We hebben precies zo de drie beste voor het laatste gehad. Dat is echt, hè? Dat beste dan dat is wel boven. Dat is kak. Ja? Dat is kak. Dat is echt. Dit is echt lekker. En dit vind ik een 8,5 dan. Iets minder dan 7 voor mij. 8,5, ja. Eigenlijk hebben we wel aangenaam verrast voor sommige dingen. Ik vind maar één ding lekker. Ik vind echt drie dingen lekker, hè. Ik vind dit lekker, die chili crackers. Ik vind dat niet lekker, ik vind dat tapal. En dan die Hanami. Huh? Hanami Brown crackers. Dat was ook lekker. En dan vond ik het beste van deze video, vond ik toch wel dit hier. Die Bin Bin Rice crackers. Die vuilbak crackers, zeker. Nee, maar dat was wel eens leuk om te doen, hè? Dit is echt smerig. Dit is echt smerig. Maar kijk ook. What? Kijk ook gewoon die binnenkant ervan, man. Je meer dan een hele stofje gesmeten, waarschijnlijk. Echt smerig. Ja, waarschijnlijk wordt echt meer van de helft weggesmeten, omdat we dat gewoon niet eten. Of we kunnen een dakloze geven. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie meer van deze video's willen, bij. Monika, laat zeker weten in de comments wat jullie van. Oh ja. Wow.
Of jullie daar willen en weer zeker een like achter te laten en te abonneren op het. Op mijn account. Op het hoofdknopje beneden, dat doen we niet. En ook al dat belletje, zodat jullie altijd op hoogte zijn van mijn laatste video's. En ja, dan zie ik jullie de volgende video terug. Met hopelijk weer een leuke video zoals deze. Abonneer ook op mijn kanaal, het is niet bestemd. Stop nog. Abonneer binnen 10 jaar of zo. Ja. Maar als jullie meer willen van die video's, zoals dat mensen bijvoorbeeld Afrikaans eten gaan proeven, als meer haarcultuur toe. Of ja, wat we nog eten. Andere... Frieten met mayonaise. Frieten, Belgisch eten. Nee, dat doet een beetje raar zijn. Maar gewoon ander soort eten. Laat zeker in de comments wat voor eten dan. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Dus ja, ciao. Bye.